De democratische rechtsstaatprincipes die de grondslag zijn geweest bij de oprichting van de vooruitstrevende hervormingspartij, de VHP, staan 75 jaar later nog steeds overeind. Het bereiken van landelijke stemevenredigheid is ook een teken van een lang gevoerde strijd die de VHP weer eens bewezen heeft te kunnen overwinnen. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi vanmorgen tijdens de kranslegging bij de eerste voorzitter en medeoprichter van de partij, Jagannath Lachman. Het staatshoofd stelt dat mede door de geleverde strijd van de partij er eindelijk gesproken kan worden over gelijk stemrecht voor een ieder. Immers wordt hieraan reeds jaren aan de weg getimmerd. Maar vergeet niet dat in de politieke geschiedenis er zoveel gebeurd is. De feiten liggen daar. Maar onze Maron-broeders en zusters, maar ook de districtsbewoners, mochten geen stemrecht hebben. Ze mochten niet stemmen. De VHP heeft een strijd geleverd. En de VHP heeft een bijdrage geleverd dat het algemeen kiesrecht is gekomen. Dat uiteindelijk vandaag met de landelijke evenredigheid en ieder zijn stem zal tellen of het nou Kwamala Samutu is, of het nou Tipu is, of het nou Dritabiki is, of het nou Jumu is, of het nou Nikeri. Iedereen zijn stem gaat op dezelfde wijze met dezelfde waarden tellen. Coalitiepartner, tevens vicepresident Ronnie Brunswijk, sprak vol lof over het werk dat Lachman heeft neergezet, dat nu resulteert in een verbeterd Suriname. Ook aan het werk van erevoorzitter Ramdin Sarju mag niet voorbij worden gegaan, zei Brunswijk. De vredevorming die Lachman heeft helpen neerzetten is tot vandaag nog te merken aan de huidige coalitie, stelde vicepresident. Ik mag u zeggen dat de respect die aan mij geeft tot nu toe mijn horen dat hij dat jere mijn mek Mr. Lachman mee en mijn mek u mee tangen nou, mag ik zeggen dat u ook een man van woord is. Ja, ik waardeer dat. Ik heb u meegemaakt. U heeft de VHP ook geleid. Er vond simultaan een kranslegging plaats in het VHP-centrum. Het formele gedeelte werd afgesloten met de kranslegging door enkele nabestaanden van Jagannath Lachman en politieke leiders.